Vandaag ga ik twee looks maken. En dit zijn looks voor mensen met een bril. Zoals ik dus. Ik heb er twee. Ik wil van tevoren al zeggen dat het verschilt natuurlijk heel erg per vorm van je oog. Kleur van je oog, kleur van de montuur, vorm van je montuur. Hoe je ooglook het beste eruit kan zien. Heb jij een heel dik montuur of heb jij juist een heel dun montuur? Dat verschilt heel erg. En als je dat niet aanpast op je make-up, dan ja, kan het er heel donker uit gaan zien. Of heel bleek juist. Dus experimenteer er lekker mee. En ik wens jullie veel succes. Veel plezier met kijken. Nou, ik begin met het gezicht nu. En ik heb al wat concealer op en poeder en dat soort dingen. Dus ik begin eigenlijk gelijk met bronzer. Gewoon omdat ik niet zoveel zin heb in blush nu. Ik gebruik een oogschaduwbasis. Zo. En dan ga ik een matte oogschaduw gebruiken. Deze is van Essence. Dit is Block Duster nummer 22. En die breng ik een beetje over het bewegend ooglid aan. En deze zie je niet heel erg goed, maar straks kan je beter mengen met andere kleuren, zodat de andere kleuren wat zachter uitkomen. En ik ga er overheen met deze lichte kleur. Deze kleur. Dit is het paletje van Catrice 040 Never Let Me Go. Dus daar ga ik een beetje overheen en dan vooral in de ooghoek. En hier langs je wimperrand. En ook weer op de wenkbrauwpot. Dan gebruik ik deze kleur van Kiko. En dit is een hele mooie bruine kleur. In de kleur 119. En ik ga hier proberen een beetje schaduw mee te creëren. Want vaak als je een bril op hebt, dan valt de diepte een beetje weg in je gezicht. En ik creëer dat weer een beetje door de oogschaduw. Als je meer diepte wil, kan je een iets donkere kleur pakken. Of een iets andere tintkleur. En dan kan je die lijn nog even wat extra accentueren. Dus de arcadeboog, de crease. En ik breng deze kleur ook aan onder mijn oog. En die breng ik dan door naar boven, zodat die wat beter overloopt. Nu kan je bijvoorbeeld een oogpotlood gebruiken of een eyeliner of iets. Ik gebruik even een oogpotlood van Chanel. Die is bijna op. Ik heb hem ooit gekregen en hij is heel erg fijn. En wat ik daarmee doe is eigenlijk gewoon een beetje tijdlijnen proberen om zo dicht mogelijk bij de wimperrand te komen. Want ik merk dat als ik een bril opzet, dat het heel snel al heel donker wordt. Als ik geen make-up op heb, dan merk je het eigenlijk niet echt heel erg. Dus dat komt ook vooral omdat ik al donkere wimpers van mezelf heb. Maar dat kan je dus extra maken door dit potloodje. Ik blijf heel dicht bij de rand, zoals je ziet. En ik probeer hem een beetje eigenlijk over te laten lopen in de oogschaduw. Dus ik maak hem in de buitenste hoek iets dikker. De wenkbrauwen. Ik vind wenkbrauwen altijd heel erg belangrijk. Vooral als je een bril draagt. Als je een bril draagt, vallen ze namelijk best wel snel weg. Dus vind ik het, de laatste tijd dat ik nu zeg maar een bril heb, merk ik dat ik het veel mooier vind als mijn wenkbrauwen strak en vol zijn. Dus als ik het zo doe, waarschijnlijk hebben jullie nu heel erg weerspiegeling, dan vallen ze eigenlijk een beetje weg. En dan vind ik het niet heel erg mooi staan. Ik ga ze dus even bijtekenen. En ik doe dat met een potloodje van de HEMA natuurlijk. Ik vind die super fijn en werken prima. Meestal begin ik hier. En dan werk ik dat uit naar die boog. Wat ik doe is, ik teken gewoon kleine haartjes en ik vul op waar ik het op kan vullen. En dat borstel ik dan ook uit. Zo dus. En dan sluit ik het af met een laagje mascara. Niet te veel, want ik vind dat het dan te donker worden. Ik gebruik hier trouwens voor de I Love Extreme mascara van Essence.
Ik zorg gewoon dat het natuurlijk blijft. En dan kam ik het even door gelijk met een spoelie. Dat sluit ik af met een lippenbalsem met een tintje. Want dat vind ik altijd wel leuk. Als je dan toch met lippenbalsem in de weer gaat. Waarom niet met een tintje? Dan is dit mijn look. En ja, ik vind hem redelijk goed gelukt. Wat vinden jullie? Dit is dus look 1 met oogschaduw en alles erop en eraan. De volgende look is iets simpeler. Die je dus iets sneller als je minder tijd hebt of iets. Ja, zoals ik al zei, je moet je ooglook echt heel erg aanpassen eigenlijk op de vorm van je ogen. Maar ook de vorm van je bril. Kijk, want deze bril staat er heel anders als deze bril. Dus ja, dit is een hele nerdy bril eigenlijk. Hier komen mijn wenkbrauwen ook weer hoger boven. En zie je dat dit heel erg donker wordt. Dus dit hoekje, omdat hier al een donker hoekje zit. Dus ja, dat kan er heel erg aan liggen hoe je bril valt en of je bril hoog zit of laag. Experimenteer er lekker mee en dan gaan we nu naar look 2. Zo, dan gaan we nu door naar look 2 en ik begin weer met concealer. Maar nu breng ik het aan op het hele ooglid. Dit deed ik net niet omdat ik met oogschaduw ga werken, maar nu ga ik natuurlijk niet met oogschaduw werken. Dus ik breng het onder mijn oog en op mijn oog. Als ik mijn bril op heb, dan merk je al dat mijn ogen eigenlijk al best wel opvallen. Omdat ik een donkere oogkleur heb en donkere wimpers. Wat ik ga doen is ik ga een eyeliner aanbrengen. Dit is de Super Fine Eyeliner Pen van Essence. En deze blijft redelijk goed zitten. En ik ga er een heel klein wingetje aan maken. Dan ga ik verder met oogpotlood van Chanel. Is deze en deze. Breng ik een heel klein beetje hieronder aan bij de wimperrand. En die laat ik dus eigenlijk een beetje overlopen in die wing. Maar het zorgt ervoor dat ik hier hem ook iets donkerder maak. Maar niet zo donker als die eyeliner. En dit is dan de look. En dan doe ik nog even mascara op. Ook weer heel licht natuurlijk. Anders zie je die wing ook niet meer mooi. Dan maak ik de look nog even af met een lip duo van Kiko. Dit is de kleur 07. En deze geeft een heel roze kleurtje. Dus dit is met bril 1. En dit is bril 2. Dit waren de looks. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat vooral hieronder achter wat jouw tips zijn. Alle producten staan natuurlijk zoals altijd in de downbar. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doeg!